Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Josja en een aantal weken geleden ben ik naar Curaçao om daar de set te bezoeken van een nieuwe bioscoopfilm Fuck de Liefde. Het is een heerlijke feel-good movie, echt een comedy met heel veel liefde erin. Ik speel Donna en ik woon hier op Curaçao en mijn vriendin liefdesverdriet. Lisa, gespeeld door Bo. En ik zeg tegen haar, kom lekker naar me toe, lieverd. Hier kan je tot rust komen. Alleen neemt ze ook onze hele lieve, maar soms een beetje vervelende vriendin Kiki mee. Ja, ik vind dat ze eventjes wel een feestje kan gebruiken om even wat dingen van eraf te kunnen zetten. Maar ik sla af en toe door. Dus ze gaan met z'n drieën, hebben ze een soort van girls vakantie. En dan ontmoet ze hier. En dan natuurlijk. Uiteraard. Altijd gaat in films. Ik speel de rol van Jim. Jim woont hier op het eiland. Die is na een heftige ervaring in Nederland is hij eigenlijk hierheen gegaan om zijn leven te veranderen. En hij werkt in een foodtruck. En daar smeert hij broodjes. Vieze broodjes met heel veel saus en heel veel kaas. En op een dag staat opeens Lisa voor zijn neus. Dat vindt hij wel een leuk meisje. Die hebben een ontwikkelen opmerkelijke band. Ik ben Daan, ik ben een piloot. Ik vlieg eigenlijk nu al jaartjes naar Curaçao heen en weer. Ik heb hier een meisje dat ik heb leren kennen jaren geleden. Zij heet Donna. En dat is een meisje die ik super leuk vind. En zij vindt mij ook wel een beetje leuk. En ik denk dat we het beide wel van elkaar weten. Alleen hebben we het nooit verder laten komen dan dat. Ik speel Johnny. En Johnny is eigenlijk een local uit Curaçao. En hij is gewoon een gladde jongen. Beetje houdt van feesten, drank, vrouwen. Dat ben ik eigenlijk. En ik krijg een soort affaire, een romantisch dingetje met Kiki, oftewel niet. Was. Nou, ik moet zeggen, de rol die ik speel, dat ging me heel natuurlijk af. Dus dat scheelt.